Maar ik kon gewoon niet meer slapen. Ik lag met de roer niet te draaien, niet te zitten, dan weer te liggen. Ja, ik ga eruit, ik ga even wat strijken. En ik heb mijn ogen dicht. Ik weet niet wat het is. Ik voel wel, ja. Een hele goede middag, lieve vrienden. Welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenbol. Het is vandaag alweer vrijdag. De 15e van de 7e 2022 en we leven om 9 minuten over 1. Ja, dat wat de dag ons brengen gaat, ik weet het niet. Ik weet wel dat ik eigenlijk ook eventjes weer voor mijn poes een beetje eten moet halen. Maar ik kan ook nog een dag wachten, maar het moet wel gedaan worden in ieder geval. Ook is Karin weer in de stad, dus ja, wat de dag mij brengen gaat, ik weet het echt niet. En ik zit af en toe nog even dingen weg te klikken waar ik geen weet van heb, dus ja, weg ermee. Dus ja, ik zal zo meteen Karin even bellen, even kijken of die al wakker is, want ik zou ook nog weer gaan slapen, want ik heb vannacht niet geslapen, ja, 2 uurtjes, nou ja, dat is niks. Maar ik kon gewoon niet meer slapen. Ik lag met de woelen in te draaien en weer te zitten en dan weer te liggen. Ja, ik denk, ik ga eruit, ik ga even wat strijken. Dat ik heb een jurkje gestreken. Ja, dan is dat ook weer netjes. En ja, met een broek erbij hoor. Dat, maar het staat weer netjes. En ik ga gewoon even kijken of ze al wakker is. En dan zal ik zeggen dat ik de meisjes heb uitgelaten. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet zo van alles met wat jullie doen. Maar geniet ook met onze dag. Ik weet niet wat die brengen mag. Nee, ik weet het niet. Maar ja, we weten het niet altijd van tevoren. Dus we wachten het gewoon af. Ik zou zeggen, geniet en wacht met ons mee. Ja, een hele, hele goede, bijna avond. Het is namiddag nog. Maar in ieder geval, jullie zien ook dat ik een ander dingetje aan heb. Omdat dat jurkje mij gewoon te koud werd. Want zo warm is het niet hier in Den Helder. Nee. Maar ik heb de tas Too Good To Go opgehaald. Dus, maar het zit niet in een vormertasje. Nee, het zat in een karat. Dus ik wil het niet zien hier in mijn tas. Dus ze heeft het in de tas gedaan. Dus ik weet nog niet wat het is. Maar we gaan weer pakken. En nu uit mijn eigen tas. Ik heb mijn ogen dicht. Ik weet niet wat het is. Ik voel wel, ja. Ik denk aardappels, schijfjes, plakjes. Ja, zoiets. Ik weet niet. Ja, dus. Nou, hebben we aardappeltjes. Ja. En er zit er eentje te mekkeren. Die mag nog niet naar buiten, want ik moet eerst de meiden uitlaten. En dat ga ik straks eerst doen. Ik voel een pak. Oepsie, auw. Ja, rare, wat is dat? Kan ook wel weer een salade zijn. Een maaltijdsalade. Maar die bak voelt mij te laag aan. Dat zit meestal in grote bakken. Au! Dat is meloen, dat lust ik niet. Nee. Misschien Karin. Kost wel normaal 3,99. Dus zijn maar bijna 4 euro. Schijfjes weet ik niet wat dat kost. Mijn oogje dicht. Ik voel weer een bak. Maar dat is weet ik ook niet. Zal ik in de helft weggeven. Ha! Maar ja, het maakt niet uit. Oh, ja, dit is een salade. Mozzarella. Kost normaal 3,49. Maar dat lust ik wel. Ja, echt waar. Mijn hand zat. Even zoeken. Ik voel nou een klein pakje. Oh, dat is 1,99. Hoe heet die kaas? Schimmelkaas. Oh, wel lekker. Ja, ik noem dat zo. Blauw schimmel.
Ja, blauwe schimmelkaas. Ja, staat er ook op. Blauwe schimmelkaas. Dat is lekker. Even. Ik voel nog een pakje. En er zit ook meloen bij. Ananas, honingmeloen, cantaloupe-meloen, rode appel en blauwe druiven. Ja, maar ik lust die meloenen troep niet. Ja, kibaba. Nou, gaan we weer voelen. Ik weet het echt niet wat erin zit, hoor. Ik voel weer een pakje. Er valt wat in dat pakje. En weer. Oh, dat is een Ierse kogelbiefstuk. Krijg ik niet weg, want dat is altijd van de taai. Dat krijg je niet echt gaar. Naar mijn weet, ik heb het nog nooit niet voor elkaar gekregen. Dat je het lekker op weg sambelen kan. Maar dat kost 4,90. Normale prijs. Ja. Ik weet niet of er nog meer in zit. Nee, hij is leeg. Nou, dat is alles dit keer. Niet echt overdreven veel. Ik heb wel meer gehad. Maar ja, oké. Okay. Voor die prijs. 5 euro, 4,99 betaal je. Nou ja, ik heb het er wel weer uit. Zo is het wel. Ja, maar die meloenen, die maak wel een foto van. Ik vraag wel een kaart, lust je dat? Krijg die het wel? Ja, toch? Nou, ik zal Kandalf zeggen van dat hij niet naar buiten mag nog. Nee, hij mag wel de kamer in, hoor. Ja. Maar dan wil hij ook naar buiten. En dat gebeurt niet. Ja. Nee, gebeurt niet, hè? Nee, Fruitje gaat hier zo lopen met de meisjes. Ja. Ja. Kom dan. Nee, poppelpee. Nee. Vrouwtje gaat eerst de meisjes uitlaten. En dan pas jij hier. Ja. Dus ja, dat dus, lieve vrienden. En ik zou zeggen, ja, geniet verder van jullie dag. Doe het met een lach. Doe ik ook. We gaan gewoon vrolijk door. Eén vlog, die staat er alweer op YouTube. Dus ja, komt allemaal wel weer goed. Kom zelf weer een beetje bij beetje erbij. En ja, ik wil toch ook weer binnenkort een plaatjesvlog maken. Maar ook heb een Big Shopper van Karin gekregen. En daar zit het een en het ander in. Dat moet weer onder de naaimachine door. Ik zeg, ja, ik zeg, we krijgen als eerst hete dagen. Ik zeg, dan doe ik het niet. Ik zeg, dan doe ik echt niks. Want ik wil het voor mezelf ook aan het naaien. Dat weten jullie. Maar ja, ik moet ook wachten totdat die naaimachinewinkel weer open is. Want ik wil even... En kijken of we zo'n leuk patroon hebben wat ik wil. Wat in mijn hoofd zit. Dus ja, komt ook wel goed. Allemaal gewoon. Ik hou gewoon ook volle goede moed. Ja, iets anders kan je niet doen. Nee. Maar oké, okay, ik zal daar een foto van maken. En naar Karin vragen of ze dat lust. En dan hoor ik het wel. Ze zeggen, geniet ze. En een hele fijne, liefdevolle avond gewenst. Voor later op de avond, als jullie denken van nou het is mooi geweest, ik ga knorren. Nou, welterusten, slaap lekker en mooie dromen en morgen weer gezond uit je bed zien te komen. Want dat is toch ook wel het doel in je leven. En ik zou zeggen, graag tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan! And you always took my humbleness for granted. But in all my worth, you can.